We gaan het hebben over voetbal. We gaan naar de wedstrijd Dovo tegen IJsselmeervogels. U weet het, IJsselmeervogels is de koploper in de hoofdklasse B. Ze spelen op Sportpark Panhuis in het geel. En commentaar krijgt u van Bert Kous. Dit is Gerben Ruysendaal, de doelman van Dovo. Die zijn hele voetballeven bij IJsselmeervogels doorbracht. In de jeugd en zelfs even in de A-selectie. Maar omdat hij geen basisplaats kreeg, verkaste hij eerst naar Huizen, later naar LSC Leerdam. En nu dus naar Dovo. En met Dovo ontving hij afgelopen zaterdag IJsselmeervogels. Hier Dovo via Hofman. En de kans voor Leon Tonen en Jasper Bolland redt IJsselmeervogels op de doellijn vroeg in de wedstrijd. De vogels dan via Bolland. Kevin Winter. Winter met de mooie bal op André Kemper. Kemper, Steinraad! Prachtige aanval van IJsselmeervogels. Had een goal verdiend. Maar Steinraad richt te hoog. Ruysendaal. Dors. Dovo voetbalde goed mee. Via Zebeda tot bij Brayton Biekman. Een serieuze aanwinst in de aanval van Dovo. Geen overtreding naar het oordeel van de scheidsrechter. Biekman op Dors. En die kan er dan net niet bij. En dan kan Katipana opruimen. Mooie aanval van Dovo. Net geen kans. De bal van Kemper. Pietersen glijdt uit. Kemper en de vingertoppen van Gerben Ruysendaal. 0-0 is een terechte ruststand. Twee ploegen die aan elkaar gewaagd zijn. Maar het is nog geen rust. Het is de derde minuut van de blessuretijd. Als Bas Mooi de bal onderschept bij Lucien Dors. Bronckhorst. Bronckhorst op Kevin Winter. Winter kijkt. Winter houdt in. Winter ziet Kemper gaan. Bal richting Kemper. Kemper weg van Zebeda. En nu wel raak van Kwonwa Steinraad. Fantastisch uitgespeelde counter van IJsselmeervogels. En een hele lelijke tik voor Dovo. Dat zoals gezegd in de eerste helft goed meedeed met de vogels. Ook kansen kreeg. Maar dat moet gaan rusten met een 1-0 achterstand. 3 minuten na de rust. Bronckhorst. Wouter van Hoof. Wouter van Hoof weg bij Zebeda. Wouter van Hoof moet voorzetten. Maar Wouter van Hoof doet dat heel mooi zelf. Met de buitenkant rechts. En dat is dan een dubbele tik voor Dovo. Vlak voor rust een niet geheel verdiende 1-0 van IJsselmeervogels. En voordat je daarvan bent hersteld, is het al 2-0. Lucien Dors. Biekman voor de aansluiting, maar Bas Mooi herstelt. En helpt deze kans van Dovo om zeep. Messenmaker, de nieuwe doelman van IJsselmeervogels, met de verre uittrap. Achterin gaat Pietersen onder de bal door. Gersgas laat zich foppen door Kwonwa Steinraad. En die is een stuk effectiever geworden dan in zijn vorige IJsselmeervogelsperiode. En schiet de 3-0 binnen. En dan is de wedstrijd gelopen. En is IJsselmeervogels dodelijk effectief in deze ontmoeting met Dovo. Biekman. Biekman het 16 meter gebied in. Biekman met de voorzetter scherp voor Dors. Maar niet voor Rodney Hofman. Anderhalve minuut naar de 3-0 is het 3-1. En dan is er nog een kwartier te spelen. Baalt Peter Messenmaker. En maand Ton Verkerk zijn mannen naar voren. Want het kan nog. Maar het lukt niet meer voor Dovo. In de blessuretijd zelfs nog een vrije schop voor IJsselmeervogels. André Kemper en de 1-4. IJsselmeervogels blijft zonder puntenverlies. De vogels vliegen en Dovo veegt zijn tranen. Ja, er zitten mooie verhalen aan dit soort wedstrijden. En Bert Kous was er natuurlijk weer eentje op het spoor. Gerben Ruysendaal, niet goed genoeg voor Dovo, maar hij wilde spelen. Ging toen maar zijn hel ergens anders zoeken. Kwam dus terecht bij Dovo. En nu dus terug bij de vogels, waar hij nog heel veel vrienden heeft. Zoals Henry de Graaf. 15 jaar zo'n beetje speelden ze samen in de jeugd van IJsselmeervogels. Tegenwoordig spelen ze tegen elkaar. Dat bevalt niet zo goed, Gerben. Als je verliest, niet, nee. En ja, dus, net zoals net al zei, de vijfde keer heb ik een verlies van hem. Dus één keer gelijk, nou, dat is het hoogtepunt tot nu toe. Is niet raar dat hij tegen je speelt? Nou, hij is toch de beste Spakenburgse keeper die er is? Ja, inderdaad. Maar ik denk ook wel, ik ben er ook van overtuigd dat hij een keer terug gaat komen. En dan gaan we samen voor de overwinningen. En nu staat het gelukkig alles in mijn voordeel, omdat ik bij de vogels wil. En dan, als het goed is, komt hij terug en dan gaan we samen voor die overwinningen. Was ja, dat nou, moest natuurlijk. Nou. Nee, ik zei Dovo, maar dat was een verspreking. Dus hij was van de vogels en hij is naar Dovo gegaan. Dus nu terug bij zijn vriend Henry de Graaf. Het is goed dat je dat zegt. Nou.